Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman Peugeot, Sanidump en Kleve en Zonen. Goeiedag, welkom bij de sport. Straks gaan we feestvieren met Sparta. Gaan we kijken naar de beelden uit 2005 toen Sparta promoveerde naar de Eredivisie. Eerst gaan we naar een voormalig jeugdtrainer van Sparta. Hij was ook jeugdtrainer bij Ajax, was profvoetballer bij FC Dordrecht en is nu stagiair bij Excelsior. We hebben het over Peter van der Veen. De 47-jarige Rotterdamse trainer maakte vorig jaar naam in het jeugdvoetbal door met Oranje onder 17 Europees kampioen te worden. Na dit succes moest ook de wereldtitel binnengehaald worden. Helaas zijn we in de halve finale gestrand en om de derde en vierde plek verloren we van Frankrijk. Dus ja, die doelstelling hebben we niet behaald. Zo hebben we het ook beleefd. En teleurstelling was dat. Als ik zie de ontwikkeling van de jongens die ze doorgemaakt hebben. En als je nu ziet jongens die zich zo ontwikkeld hebben dat ze in een eerste elftal mogen debuteren. Ja, daar is het uiteindelijk voor. En dan Bogarde nog afgelopen week bij Hoffenheim. Ja, dat maakt je trots. En de andere spelers zien dat ook. Dus dat geeft ook bij hun weer een boost om ontzettend hun best te doen. De succesvolle jeugdtrainer is net begonnen aan zijn cursus UEFA Pro. En dan moet je stage lopen. En Marinus Dijkhuis heeft mij gebeld gevraagd of ik bij hem of bij Excelsior stage kan lopen. Nou ja, dat gaf mij een ontzettend goed gevoel, omdat hij uit zichzelf mij gebeld heeft. Ondanks zijn geringe ervaring als coach bij de senioren is hij aanwezig op de training. Winnaars, oude kotten en zwart, verliezers, Thomas en Sander. Nou, dat komt ook door de situatie natuurlijk. We trainen op twee velden. Ik sta samen altijd met Marco op veld 4 en Marinus staat met André Hoekstra op veld 1. En we doen gewoon alle twee delen van de training en voor mij ontzettend goed om dat te ervaren. En mooi dat ik al zo'n rol kan bekleden. Het voornaamste verschil tussen jeugdvoetbal en seniorenvoetbal merkt Van der Veen vooral in de omgang. Nou, dat ze nog meer meedenken dan de jeugd al doet en dat je echt gewoon scherp de regels in de gaten moet houden. Je zag het al met dat ene spelletje, dat ze gaan zitten op de regels als je het niet goed uitlegt. Dus dat is goed, het houdt jezelf scherp en dat is alleen maar goed. En dat is de ervaring die je dan ook op moet doen bij zo'n seniorenteam. Helemaal rechts. Ja! Terug. Mooi zo. Wow. 41, winnaar. Willen we het nog over jouw voetbalcarrière hebben? Ik weet niet of je daar nog over wil praten, maar ik heb hier gelopen zelf. Dus, het voelt gewoon goed om hier te zijn. Ik heb hier gewoon geschiedenis liggen zelf. Ik ben op alle twee deze velden heel veel getraind en heel veel gelachen ook. Maar ja, in het oude stadion nog gespeeld in Jong. En ik heb altijd een mooie tijd hier gehad. En we hadden jongens die in dat team speelden toen in Jong Excelsior heb ik gespeeld. Damien Hertog, Jean-Paul van Bielsen heb ik nog mee gespeeld. Dus Antoine van der Linden. Dus het zijn toch, die hebben gewoon een goede carrière gehad. In 2002 degradeerde Sparta voor de eerste keer van de Eredivisie naar de Eerste Divisie. En het duurde 3 jaar eer Sparta weer terugkeerde op het hoogste niveau. In 2005 speelde Sparta de nacompetitie. En in de allerlaatste wedstrijd tegen Helmond Sport had Sparta aan 1 punt genoeg om te promoveren. Je hebt echt alles gegeven vandaag.
Ja, je zoomt er wel bovenin, of niet? Van onderen hebben we al. Oh, nee, keurig. Dat staat erop. Nou ja, super. Je ziet dan Heese met de keuze voor de lange bal. Dan kan Wout doorlopen. Gaat Wout scoren? Ja! Wout scoort! In minuut 58. En zo krijg je dus de deksel op je neus. Op het moment dat Heese gewoon kiest voor de lange bal. Een lange bal waar iedereen staat te slapen. Van den Berg met die corner. Wie gaat er de lucht in? Schenkel weer. Daar is... Daar is hij wel! Hij zit erin! Het is Riga! Het is Mustafa Riga! Wat een eigenaardig doelpunt is dit. En kijk eens, de gekte bij de Spartanen die ontbreekt. Dan is Van den Berg met een hoop agressiviteit. Stuurt Bouahouzan weg. Gaat het dan hier gebeuren? Ja! Bouahouzan! Rachid Bouahouzan doet het. Rachid Bouahouzan op aangeven van Ricky van den Berg. En nu is iedereen los. Iedereen is gek. Heerlijk zeg. 5 jaar, alles meegemaakt. En nu dit, geweldig. We hebben het met z'n allen gedaan. En, het is een bewogen seizoen geweest. Met veel bloed, zweet en tranen. En, maar we zijn er en dat is het belangrijkste. Dat geldt. En met een feestend Sparta komt er een einde aan deze sportuitzending. Komende vrijdag zijn we er weer. En tot die tijd volg je het laatste sportnieuws via Rijnmond.nl. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Lauwman Peugeot, Sanidump en Kleven en Zonen.